Hallo, ik ben de Messer en natuurlijk welkom terug bij Insane Aquarium. Tijdje geleden, we gaan weer naar het avontuur en we mogen kiezen. Vorige keer hebben wij Meryl de Berger en die gaan we kiezen. Samen met Seidel en samen met Nico. Dit is al een tijdje geleden voor mij dat ik dit heb gespeeld, dus... ja, dat is. We hebben nu niet Zorg erbij, maar Nico en Meryl en Seidel. Dat moet ook gewoon goed komen, denk ik. Zij gaat zingen om de havenklap en dan gaan de visjes heel veel muntjes poepen. La 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 la. Oh. Kijk, dan heb ik Zorg niet en dan moet ik goed opletten. Hé. Kijk, zie je? Hij is veel poepen. Hij is veel poepen. Dat zij even lekker ging zingen. Seidel, pak maar op. Pak maar op. Ta 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 doe di doe doe da da ja da da ha ja da da la 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 la. Sorry, ik wil gewoon graag meezingen. Maar gaan we nu? Ga ik proberen. Dan komt er weer een stukje. Bij dit stukje. Hier. La la la. Kijk, en dan komt er altijd een monster. Huppatee. Eten, 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 snel. Diepe day. Oh, oh. Ik ben mis. Ik ben bijna mis. Kapot, kapot. En dan help je gewoon om een gemakje even kapot maken. Hartstikke mooi. La la la. Niet doen, Damien. Ik speel de laatste tijd ook Ticket met Sander. En dat is hartstikke leuk. Ik ben volop met Galacticraft bezig. Galacticraft. Dan kan je raketten bouwen naar de maan. En et cetera. Tapapitar. Waarom zit ik nou weer mee? Dat moet ik niet doen. Ach, Damien, hou er echt mee op. Kijk eens, oh, we gaan zo poepen. Oh, dat, dat, dat. Kijk eens, oh, dat. Kijk, een Meryl is best handig. Dan gaan ze dus dat doen. Dat is leuk. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik kan mooi tellen. La, 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 la. Oh, dat wou ik niet. Oh, shit. Niet handig. Oh shit. Oh, vreselijk. Eet. Oh, goed zo. Oh. Oh. We hebben een sterrenvisje erbij. Voor de starcatcher. Ik had ongeluk die starcatcher gehoord. Dat was helemaal niet de bedoeling. En dan gaat hij natuurlijk ook veel sterren poepen natuurlijk. Dat is hartstikke prettig. We zien hoeveel het eigenlijk kost. Oh, vreselijk. Nou, kom maar op hoor. Type D. Hoplakee. Zal ik jou voor je bakken slaan hier. Hoppata, pak aan jij sneaky bastard. Oh nee! Oh, de bastard. Moet je wel even mijn grote vis kapot. Gelukkig is het niet mijn sterrenvis. Mag niet, mag niet. Even wat beter eten aangeschaft. Hartstikke mooi. Op zondag ben ik laatst een beetje laat met video's uploaden. Sorry daarvoor. Want zondag is gewoon altijd een beetje een drukke dag bij mij. En daarom speel ik nu ook Insane Aquarium. Omdat gewoon lekker rustig. Lekker rustig aan. Heerlijk. Niks aan de hand. Geen haast. Heerlijk. Heerlijk hé. Partoe. Nog even een starcatcher erbij en dan ook nog een starcatcher en nog een sterrenvis erbij en een starcatcher. Poep, poepen, alle poepen. Type D is onderweg om u te vernietigen. Dat gaan we natuurlijk niet. Dat gebeurt, want wij hebben een sterke wapen.
Hallo. Moet ik even pakken. Nou, en toen was het weer rustig. Flink veel vissen kopen. Dat gaat lekker sneller. Dat is hartstikke fijn als het snel gaat. En vooral als Mariel dan gaat zingen. Kijk, hop, hop, dat bedoel ik dus. Kijk nou, ga helemaal los hier. Heerlijk dit. Ja, ik dacht dus, ik ga gewoon lekker een rustig potje in Sun Aquarium spelen. Gewoon dat kan. Kan ik dat aan? Oh nee, goh, ben ik daar stom bezig. Oh, sorry. Oh, eten. Mopletten. Het is jammer, want ik heb zorgen hier nu niet. Ik zorg dan een beetje nu, hoor. Ah, zoveel... zoveel muntjes die jij pop. Oh, nee! Zou je nou pakken? Of Clyde, ik weet niet hoe je heet. Ga weg. Nee, ga niet weg. Ik heb je nodig. Type G. Is dat... Oh jee. Dat is Dickie, hè. Ja, dat is Dickie. Oh. Ging er maar net op tijd. Type G is een dikzak. Juist. Wat een duur rij is dit, joh. Zo. Hihi, nog meer visjes. Gewoon piepdure zeken doen we hier. Eten, jongens. Nee, niet jij pakken. Pak jij iemand, hallo. Iemand pak het nu. Ja, dankjewel. Huppatee. Poei. Ah! Oh, we hebben bijna het eerste deel van het ei. Type G. Oh, jeetje, mina. Type G, de dikke dikzak is de weg. Voor mij is het vliegtuig. Oh ja, daar gaat hij weer. Hoppakee. Nou, ik ben mijn starcatcher opgegeten. Bastard. Oh, weet je jongens. Goed eten. Ah! Mijn geld. Geld! Heb jij geld? Ik heb zeker geld, kijk nou toch. Ik heb al een ei gekocht. Eigenlijk heb ik geen geld meer, want ik heb weer dat ei gekocht. Maar ik, ja, Bips. La la. Ja, pak het. Pak het eitje. Goed zo. Oeh. Zijde pakt het meteen op. Ik ga zijn naam niet eens zeggen. Ik zeg gewoon kwalletje. Mikwal. Mikwal. Makkelijk voor jullie en voor mij. Hoppatee. Feest. Ja, schoonmoeder willen hoor. Op 2. Tjapoef. Haha, Starcatcher. Type D, daar komt hij weer. De robot. Ja, sorry, ik wil gewoon mijn wapen even. Hoppatee, goed wapen. Oh jee. Even een goed wapen creëren. Hoppatee, goed zo, Mariel. Maak die visjes maar eens even lekker opgewonden. Ja. Boep.
Oh, oh. Ja. Hoppata, daar gaan we weer. Heel veel geld. Ik moet uitkijken dat ik niet van die sterretjes pak. Niet te veel, want anders krijgen die zakketjes nogal trek. Dat is niet de bedoeling. Kijk, en hoppakee. Kijk, nu is het een kwestie van je moet maar goed een beetje alles pakken. En dan gewoon voor het eigen. Komt er weer een monster nu zeker? Ja hoor, type G. Type G komt er aan. Oh, maar ja, Meryl, dat is een heel slecht moment om nu te gaan zingen. Ik vind het handig dat Nico er ook bij is. Ze krijgen lekker veel... lekker veel geld aan de parels. Hoppata, dat is weer een stuk ei. Nog één keer het bedrag hebben en dan kunnen wij het volgende huisje aanschouwen. Dus misschien gaat het wel heel snel. Maar laten we er nog wat visjes bij doen. Dan gaat ze weer zingen en dan krijgen we weer hartstikke veel geld. Pareltje erbij. Zo. Juist. Komt er weer in, zeker. Even snel alles pakken van Meryl. Type G. Dat is Dickie. Oeh, hij had een van mijn starcatchers opgegeten. Nou, die kopen we er weer bij. Zo, zijn er alweer bijna. Hele vissenbende, je kent dat toch. Hartstikke vol hier. Dus nu komen we nog een pareltje geven. De stakketjes doen hartstikke prima. De Meryl gaat in ieder geval nog zingen en dan... Oh. Ja, Nico geeft ons een pareltje en dan hebben we genoeg. En ons nieuwe huisje is... Wadsworth the Wheel. Wat hij doet, als er een monster komt, gaat hij de kleine en medium vissen in zijn mond houden, zodat die niet worden opgegeten. Handig, maar is niet waar wij zoeken. Bonus round. Hoppata, daar gaan we eens. Hoppata, kom op, alles zien te pakken. Alles proberen te pakken. Alles. Gaat ons niet lukken. Nee, dat is me niet gelukt om alles te pakken. De blauwe dingetjes wil ik sowieso proberen allemaal te pakken. Dat is me al niet gelukt, maar... Oh, nee, mijn zakgeld. Oh. Nou, 815, prima. Daar schrok ik even van. Ik schrok even van toen het aantal erbij kwam. Goh. Maar, nogmaals. Je moet veel meer hebben. Maar goed, je moet er veel meer hebben. En, ja... Dit is het einde van deze episode. Beste mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe natuurlijk je duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer op Submans, Dynamans, Mindmans en Just Submans als je nog niet geabonneerd was. De volgende keer gaan we naar een nieuw gebied en gaan we kijken wie we meenemen. Tot de volgende keer. Doei!